Ik ben Peter Buescher, ik ben medebestuurslid bij de Kennemerkeien, een rolstoelhockeyvereniging. En ik ben hier terechtgekomen via mijn dochter. Mijn dochter heeft een spasme in de benen, kan niet goed lopen. We hebben een sport gezocht, hè, waar past zij bij? En wij vonden dit eigenlijk de leukste sport die we tegengekomen zijn. Nou, ik ben dus Rina en ik ben 17 jaar en doe al rolstoelhockey 6 jaar. Het rolstoelhockey is ontstaan uit de hockeyvereniging Bloemendaal. Een samenwerking met mensen die wat minder valide waren. Toch maar konden trainen, toch maar een competitie opgezet. Ook mensen die minder mobiel zijn. En zo is de competitie ontstaan, ruim 37 jaar geleden. Mijn vader die is heel snel van de dingen opzoeken op internet om mij te laten sporten. Ik deed ook vroeger rolstoeltennis, maar er waren niet zoveel leden. Dat is wel jammer, want ik vond het wel heel erg leuk. Ik vind rolstoelhockey leuk met partijtjes spelen en het balletje controle en het samenspelen is ook gewoon heel erg leuk. Nou, je hebt rolstoelbasketbal, je hebt rolstoelrugby is niet echt voor de dames dan, maar oké, dat heb je ook nog. Geefvoetbal, maar ze kan niet goed lopen. Ja, mag je met een wandelstok of een rollator wel lopen, maar dat heeft ze niet. Dus vandaar dat we toen hebben gekozen voor rolstoelhockey. Rolstoelhockey bestaat uit heel Nederland bijna. Nou ja, het zijn niet heel veel clubs, maar een stuk of 12, 13. Door heel Nederland heen. Dus dan ga je naar de plaatsen toe. Als Kennemerkeien niet zou bestaan, dan zou ik niet kunnen sporten. Want er is niet echt een hockeyclub dichtbij bij mij in de buurt. En ik zou het heel erg jammer vinden, want ik vind het wel echt heel erg leuk. Ja, het leuke van onze sport is dat iedereen is normaal hier. Je ziet mensen met hele kromme benen, je ziet mensen met spasmen die alle kanten op gaan. Maar voor ons is dat normaal. Iedereen is hier familie. Je wordt hier gewoon opgevangen. Het is hier gewoon gezellig. Het is gewoon leuk. Je kan gelijk meedoen. We hebben een paar reserve rolstoelen staan. We hebben sticks klaar liggen. Iedereen mag meedoen. Ja, speciale boodschap aan de mensen. Ga sowieso sporten. Kijk om je heen. Het is heel sociaal samen te zijn. En ja, als ik dan mag kiezen, kom dan een keer kijken hier en kijk of je hier kunt aansluiten. Je hoeft niet per se een beperking te hebben om hier te kunnen sporten. Want mijn vader, die is wel gek, maar hij heeft geen beperking.